Hele boeldag in Nunspeet. Wat kunnen we erover vertellen? Genoeg, denk ik zo. We praten erover met de kersverse voorzitter, Gert Noorderink. Gert, een geslaagde dag tot nu toe al. Ja, zeker een geslaagde dag. We merken natuurlijk sowieso aan de opkomst. Heeft ook te maken met het mooie weer. Heeft ook te maken met de centrale ligging dat we hier op het Marktplein voor de tweede achtereenvolgende keer staan. De nieuwe Weem is wel opgeleverd, maar het plein voor de nieuwe Weem is nog niet gereed. Maar wij hebben wel besloten om hier ook dit jaar weer op het Marktplein te gaan staan. En we gaan straks in de herfst bij de eerstvolgende vergadering gaan we ook evalueren van hoe we het volgend jaar gaan doen. Weer Marktplein of misschien terug naar de nieuwe Weemen. Peilen jullie dat een beetje onder de bezoekers wat wenselijk is of kijken jullie echt intern? Nee, wij kijken zeker naar de bezoekers. We kijken naar de vrijwilligers die vandaag meehelpen. Er zijn er ongeveer weer 200. Maar daarnaast peilen we het ook bij de bezoekers. We kijken ook hoe de mensen het ervaren. Bezoekers zijn natuurlijk van diverse plumages. Zijn mensen vanuit onze eigen gemeente Nunspeet. Maar we merken ook dat er veel toeristen natuurlijk hier in het mooie dorp zijn. Die ook even komen kijken. Dus het even zuigende werking. En ja, daar zijn we erg blij om. En we zijn eigenlijk stemmen aan het tellen om te kijken van wat is verstandig. En zodat we een zorgvuldige beslissing kunnen nemen. Worden de opbrengsten of een deel daarvan ook gebruikt voor de nieuwe Weemen? Ja, er wordt ook gebruik een gedeelte ervoor. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de jeugd. Nou, de jeugd heeft ook een nieuwe ruimte in de nieuwe Weemen. En voor de inrichting daarvan krijgen zij een bepaalde donatie. Datzelfde geldt voor de entree bij de nieuwe Weemen. Daar komt ook een mooi bord te hangen. Daar krijgen we ook een donatie voor. Dus zeker de opbrengst, een gedeelte hiervan gaat besteed worden aan de nieuwe Weemen.